je daartegen zegt, dat kun je niet of dat durf je niet, zullen ze alles in het werk stellen om te wijzen dat ze het wel kunnen, dat ze het wel durven, hoe onmogelijk de opdracht ook is. Speciaal voor dat soort mannen hebben ze ooit, in 1923, de 24-uursrace van Le Mans bedacht. Want laten we wel wezen, welke gek bedenkt zoiets? Drie mannen die één en dezelfde wagen gedurende 24 uur over een circuit van ruim 13 kilometer laten razen met de hoogst gemeten topsnelheid ooit van 405 kilometer per uur. Die man is of gek of niet goed bij zijn hoofd. Goed, maar ik ben vandaag ingehuurd door het team van Jan Lammers, Tom Coronel en Peter Cox. Ja, het enige wat ik kan doen is zorgen dat die mannen niet in zeven sloten tegelijk lopen. Dat ze in godsnaam voorzichtig rijden. Want het blijft natuurlijk gekkenwerk, hè? Dat is duidelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Helemaal goed. Waar is de rest? De rest komt eraan. De rest is nog even gestopt. Wat gaan we nu doen? We gaan nu de warm-up doen. Even kijken of de versnellingsbak en of de motor allemaal goed zijn voor de race. Dus dat doe ik niet hoor, Jan. Goed geslapen? Perfect geslapen. Super geslapen. Goed gegeten? Nee, nog niet. We gaan zo ontbijten. Ik vind het zo eng dat jullie straks gaan racen in een wagen die eigenlijk nog in onderdeeltjes om je heen ligt. Dat lijkt me zo'n eng idee. Je hebt nu toch ook kleren aan? Ja, dat is waar. Maar die zijn al een tijdje geleden gemaakt. Ze kunnen dus ook jullie hele rijgedrag in de gaten houden, hè? Ze kunnen alles zien. Ja, je kan niet meer zeggen van hij reed vol gas en hij remde niet. Want dan kunnen ze gewoon op de computer zien. Of je te hard remt, of je fout schakelt. Alles ziet hij. Alles. Big Brother's watching you. Heb je verstand van techniek? Ja, een klein beetje. Meestal maak ik het stuk. Hey, gaan we hem erop houden? Ja. 24 uur? Ja, wij houden hem wel op, daar ben ik niet bang voor. Ze mag geen onderdelen afvallen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dus een onderdeel wat stuk gaat? Ja, het ergste is denk ik... Kan ik dan naar jullie toe rennen met een onderdeeltje? Het zit zo, wij mogen onderdelen meenemen. Maar we nemen ook een portable telefoon mee. Dus mochten wij een probleem hebben, ja? Dan bellen we hier naartoe. Ja? En meestal vind je dan onderdelen in het bos. Oh ja? Ja, heel per ongeluk ligt daar in één keer gereedschap of liggen daar in één keer spullen. Dat mag dus eigenlijk niet? Je mag niet aangereikt krijgen, maar je mag als team wel op plekken punten neerleggen. Laat ik het zo zeggen, zoiets zal het zijn. Dus moet ik nog wat bakertjes hier en daar verspreiden? Ja, dat zal zijn inderdaad, wat bakertjes, wat hamers en schroevendraaiers gaat neerleggen, komt helemaal goed. Het eerste is als je een wiel verliest. Een wiel verliezen, dat wil je niet meemaken. Nee, dat wil ik niet. We're working on. We can make one. Yeah. You want a higher one? No. This is the lower one. Okay. Because Peter and Tom, we need the higher one, but yeah. Around the corner. Then we're on that. Yeah, we make one. Er zit een nieuwe motor in, de racemotor. Als alles gewoon werkt, dan is er niks aan de hand. Het wordt maar spannend als het nou niet lukt. Ja, precies. Dus dit is de eerste rit die de motor die Le Mans gaat rijden nu doet. Ja. Hè? Dus dat is best spannend. Jan doet één ronde en dan wordt alles gecontroleerd, of alles vast zit en zo. Dus hij gaat nu niet hard, maar alleen maar even kijken of alles werkt. Eén ronde en dan dadelijk even controleren, een beetje op 80% of alles werkt. En dan is het klaar. Oh, daar komt hij. Oh, is Thank you.
Die stang maken ze langer. De stang maken ze langer? De stang maken ze langer. Wat? Ze komt de wagen over, de wagen komt ietsjes omhoog. Ik denk dat hij met de volle tank, zoals hij nu rijdt, het ietsje te vol raakt. Alles functioneert. Hij gaat nog een keer uit. Nu gaat hij iets harder. Maar nu gaan we wat meer op stom nog even kijken of er iets fout gaat. Maar alles ziet er heel goed uit. Wie rijdt nou het slordigst van jullie drie? Zou ik niet weten. Dan weet ik het nu wel. De topsnelheid heeft hij maximaal 270. Dat betekent dus dat hij rustig aan heeft gedaan. Dat klopt ook, want hij heeft maar 5000 toeren gemaakt en geen 7. En hoe hard kan het beestje? 340 kan het beestje. En mogen jullie dat er ook mee rijden? Ja, we mogen 300, het rechte stuk mogen zo hard rijden als we willen. We moeten gewoon zorgen dat hij heel blijft. Dus rustig schakelen en gewoon niet de brust met de auto opspringen. Je kunt net even één stapje terug doen. Hij moet het 24 uur uithouden. Ja. Het startnummer van de jongens. Ja, het is natuurlijk gewoon een soort explosie van pk's, cilinders, helmen, stoere mannen en veel testosteron. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Hallo. Hoe ging het? Ging het goed? Zijn we vertrouwen in de motor? Want op een gegeven moment moest dat ding wat hoger gezet worden. Zat hij te laag op de weg? Ja, nou met volle tanks, dan sloeg hij wat op de grond en dan wordt hij heel nerveus. En hoe dat zijn die, erin zit? Ja, dat is lastig uit te leggen, maar de auto wordt heel onstabiel en moeilijker te beheersen. En ook zelfs je hele helm begint een beetje te trillen. De hele visie te belemmeren. Maar dat zijn de dingetjes die corrigeer je. En voor de rest zijn we super tevreden. En ik hoop dat we dat langzaam kunnen houden. En Tom die zei ook al dat jullie een soort limiet hebben aan de maximum snelheid. Dat het de prioriteit nummer 1 is om 24 uur te blijven rijden. Precies, ja. En we hebben onszelf gewoon een tijdslimiet gezet om te voorkomen dat we elkaar gaan racen. Ja, want, precies. Hè, dat gebeurt heel veel bij de meest professionele teams. Ja hoor, dan stapt iemand uit. En dan zie je van nou de ene heeft 3.46 gereden en dan wil de andere met 3.45 thuis komen. Wij hebben gewoon onderling afgesproken van nou 3 minuten 50. Iedereen die harder rijdt, die kopt eraf, maar die is verkeerd bezig. Ja, ja. Dus dat is niet de held, maar dat is de idioot. Iets en dat zal anders. Een keer hebben gebeuren over. Hebben we al ontbeten? Hebben we al koffie gehad? Ik heb vanochtend een klein ontbijtje voor de warm-up gehad. Mag ik een kopje koffie Ja hoor, en misschien een brunchje. Rustigheid. Kopje koffie? Koffie met melk. Wat drink je in de koffie, meneer Kok? Een beetje melk en suiker. Oké. En het hoofdstukje angst? Hij is nooit bang, zegt hij. Ja, ook nooit bang. Ik vind het zo onbegrijpelijk dat jullie nooit eens denken, joeps. Dat heb ik zelfs in het gewone verkeer. Ben je toch wel eens bang? En dat ging maar net goed. Ja, gewone verkeer ben ik heel bang. Dat wel? Ja, levensgevaarlijk, dat allemaal voor die normale mensen om je heen. Ja, kijk, angst heeft geen substantie. Hè? Het is niet van geef mij de angst even aan. Ik bedoel, angst bestaat net zoveel substantie als je het geeft. Ja, ja. Dus het is iets waar je gewoon mee om moet gaan. En er zijn gewoon, als je zo'n rondje circuit neemt, dan zijn er gewoon plaatsen op het circuit. Nou, daar hoef je helemaal geen angst te hebben, want daar is het gewoon feitelijk niet gevaarlijk. En er zijn momenten waarop het gewoon ronduit gevaarlijk is. Alleen, ja, dan heb je gewoon het besef dat angst... doet daar niets. Hè? Nee. Ik bedoel, angst kan alleen maar ongelukken afdwingen en niet voorkomen. Dus je moet je gewoon concentreren op de race te winnen. Want als je hem gewonnen hebt, heb je ook geen ongeluk gehad. Hè? Dus het een rechtvaardigt het ander. Ik zie het altijd net als er zijn veel mensen die alleen wonen. En dan denken ze dat er een inbreker in huis is. En dan kun je bang zijn of niet bang zijn. Maar door bang te zijn stuur je hem niet weg. En je haalt hem ook niet in huis als hij er niet is. Dus angst doet verder niets.
coureurs, maar onze coureurs staan hier niet bij. Ze hebben ook allemaal dezelfde overalletjes aan. Oh, nou dat was de persfoto, daar staan ze dus niet op. Alsjeblieft, nog iets voor je doen? Rugmassage, peper in je reet. En die dat andere Hollandse team stond er wel hoor. Ja. Nee, ik zal er nu niet meer over beginnen. De finishfoto is belangrijker dan de startfoto. Al die stoere zonnebril ook, hè? Goed, hè? En je hebt geen stoere zonnebril op? Wacht even. Ja, zet even je imagobril op. Oké. It's a long race and it's going to be very hard. It's certainly the most warm I've had at here. And so you have a closed car or an open car? Open car. Good. Same, yeah. Good. And you're not so hot. Caprilli. Milandale, hi. How are you? Ah! Very sorry. Very sorry. Another one. Oeh. Ja, oh, pas op. Wat altijd in de weg, jij? Ik, hè? Nee. Ja, dag. Dus dat is de concurrentie. Heel goed, joh. Doe je best. Doe je best. Hele weekend niet gezien. Neem een camera. Je ontmoet de gekste mensen. Ja, hè? Leuk, hè? En dit is allemaal interessant, hè? Ja, ja. Komen ze allemaal even op shot staan met je. Je ziet het ook. Je komt al je maatjes weer tegen. Dat is wel gezellig. Iedereen is met zijn team aan het werken. Dus nee, ben je er ook, hè? Rij je ook. Dat is alleen maar weer gezellig. Zullen ze even een paar jappen interviewen? Well, he told me that he can speak Japanese. Skoshi. Skoshi. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Skebe. 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 What's that? Skebe. Horny. Tom is even met zijn oude vrienden, de Japanners, aan het praten. En? Mag jij er niet bij? Ja, hij heeft me verteld wat horny in het Japans is, maar ik ben het horny. Niet vergeten. Met bril, zonder bril? Jongens, even serieus. Het is Nederlandse televisie, hè? Ja. Het zijn mijn collega's. Niet te veel groothoek, hè? Het is wel goed voor je Frans. Ja. Hé? Ja, alles. Ja, hè? Wat is 24 uur in Frans? Dat weet ik niet. 24? Ja, ik versta het wel. Ja. Ja, hè? Dat was het. Ik versta het wel. En zoals ontneuf in het Frans? Oh, sorry. Wel op je borst. Waar zitten de Hollanders? Beetje promotie. Ah. En niet vechten, hè? Oké! Oké, lachen naar de jongens. Hier met die toeters, dat is de Nederlanders. Ja, ja, daar zijn de Nederlanders. Zo. Hè? Nou, we zijn nu begonnen of ze staan al een onderdeel met groot vuil. Niet best. Wat is dit? Dit is Tinus tussengas. Ja. Oh joh, die komt weer een keer in. Moet je opletten, zo direct als hij wegrijdt. Het klinkt niet. Ik denk dat dit een sprintrace is van een uurtje of zo. Dat is dus niet slim. Nee, hij is niet slim. Okay. Het is fantastisch geluid, maar. Dit is er wel een show, maar wat hij doet. Ik weet niet wat hij doet. Maar heel slecht voor materiaal. Ja, lijkt mij helemaal aan het begin van de race. Oh, ja, dat is niet aan.